feestelijk moment in het Mauritshuis. We hebben een nieuw schilderij gekocht. Het gaat om dit portret van een man. En het hoort bij die vrouw die naast hem hangt. Het is een paar wat lang geleden van elkaar gescheiden is geraakt en nu eindelijk weer bij elkaar is. Het zijn portretten van de Keulse schilder Bartholomeus Bruin uit de vroege 16e eeuw. En een jaar of 20 geleden ontdekten we dit schilderij van die vrouw die hing al in het Mauritshuis. Ontdekten we dat er een tegenhanger bij haar hoorde. We vonden een oude foto, we vonden een vermelding in een catalogus. We kwamen er ook achter wie het was, namelijk Jacob Omphalius, een belangrijke figuur, jurist en politicus uit Keulen. Maar we wisten niet, het schilderij was zoek, we wisten niet waar het was. Maar we hebben altijd onze ogen open gehouden. En kort geleden kwam hij weer tevoorschijn bij een kunsthandelaar en hebben we het kunnen kopen. Dus we zijn ontzettend blij dat dit paar eindelijk weer bij elkaar is en dat Elisabeth, want zo heet ze, Elisabeth Bellinghausen, herenigd is met haar verloofde. Je ziet dat die schilderijen ontzettend mooi bij elkaar passen. Hè? Die azuurblauwe achtergrond, ja, die is bij beide gelijk. Die balustrade op de voorgrond die loopt door van het ene schilderij in het andere. Hij heeft een prachtige, bonte, zachte kraag aan zijn mantel. En dat rode fluweel van zijn mouwen, dat keert terug, diezelfde kleur bij haar. Hetzelfde geldt voor dat gouddraad waarmee zijn hemd is afgezet. Dat zie je bij haar ceintuur, dat zie je in haar hoofdkapje. Je ziet dat ze prachtig bij elkaar passen. Dus het is een heel mooi tweetal om hier bij elkaar te hebben. Ze trouwden met elkaar in februari 1539. Dit tweeluik moet gemaakt zijn kort voor hun huwelijk, ter gelegenheid van hun verloving. En het takje bitterzoet wat zij in haar hand houdt, dat is een teken van haar liefde voor Jacob. Samen kregen ze meer dan 10 kinderen. Over Elisabeth weten we niet heel veel af eigenlijk, behalve dat ze met hem was getrouwd. Maar het was een bijzonder vruchtbaar huwelijk. Bartholomeus Bruin, het lag voor de hand dat dit stel naar hem ging om hun portretten te laten schilderen. Dat was dé portretschilder van dat moment in Keulen. Het was eigenlijk een hele nieuwe traditie, het is al, om je te laten portretteren. Hij schilderde meestal dit soort tweeluiken van zijn opdrachtgevers. Vaak ter gelegenheid van een verloving of van een huwelijk. Na de aanwinst hebben we de schilderijen opnieuw laten inlijsten. De originele lijsten waren niet bewaard gebleven. En daarbij hebben wij ons gebaseerd op een originele inlijsting van een ander tweeluik van Bartholomeus Bruin, wat bewaard is gebleven. Dat hebben we min of meer nalaten maken. En daardoor oogt het weer prachtig als een tweeluik. Ze zijn verbonden met elkaar door die scharnieren. Het is echt een heel mooi geheel met elkaar. Een heel feestelijk moment. Jacob en Elisabeth eindelijk weer samen en hier te zien in het Mauritshuis.